Met toestemming van het college voor promoties wil ik ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen mijn proefschrift getiteld A Closer Look at the Governance of Academic Medical Centers, an Elephant by the Tail, in het openbaar verdedigen. Geachte rector, geachte promotoren en commissieleden, beste collega's, oud-collega's, lieve vrienden, lieve familie. Het is dan zover. Vanochtend stond in ieders agenda de promotie van Esther Kardinaal. Keek u daar net zo naar uit als ik? De mensen hier op de voorste rij in ieder geval zeker. En een aantal van u zal vanochtend ook nagedacht hebben over de routing naar deze locatie. In de trant van, jeetje, och ja, dat Radboud UMC, ben ik wel eens geweest? Is een immens terrein, waar kon je ook alweer parkeren? Of misschien lichte stress om hier op tijd te arriveren, want verdorie geen rekening gehouden met de loopafstand van de parkeerplaats naar de aula. Heel herkenbaar. Het Radboud UMC en de andere universitair medisch centra in Nederland zijn enorm groot. Qua grootte doen ze niet onder voor een klein dorp. Er werken meer dan 11.000 mensen. De Nederlandse UMC's behoren tot de grootste werkgevers van Nederland. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe je zoiets groots bestuurt? Ik werd mij daar op enig moment heel scherp van bewust toen ik een paar jaar geleden voor een afspraak van de ene kant naar de andere kant van het terrein moest. Het stormde en het regende die dag en ik besloot de ondergrondse route te nemen. Onder dit enorme terrein bevindt zich namelijk een kilometerslang gangenstelsel dat de diverse gebouwen met elkaar verbindt. Een industrieel ogend ondergronds gebeuren met buizen, schaarse verlichting, donkere afslagen. Je komt er zelden iemand tegen. En daar trof ik die bewuste dag, in the middle of nowhere, verlaten, een vrieskist aan. Dit is overigens niet de vrieskist die ik destijds aantrof, maar wel een recent door mij gemaakte foto's in het onderaardse gangenstelsel. En deze foto illustreert heel goed de sfeer die ik bedoel te schetsen. Toen ik enige jaren geleden daar dus in mijn eentje liep en die vrieskist in deze uithoek tegenkwam, kwamen er allemaal vragen bij me op. Weet de raad van bestuur wel dat hij hier staat? Hoe lang staat hij er al? Onder wiens verantwoordelijkheid valt deze kist? En last but not least, wat zit erin? Een donornier voor een patiënt, bloedbuisjes voor een onderzoeker, kadavers voor studenten in de snijzaal. Alle gekheid op een stokje. Uiteraard is het in het Radboud UMC allemaal prima geregeld en zal er zeker iemand verantwoordelijk zijn geweest voor de vrieskist en zaten geen van deze zaken erin. Maar ik geef deze sfeerimpressie om te illustreren hoe groot een UMC is en hoe moeilijk het moet zijn om zoiets groots te overzien en te besturen. Uiteindelijk hebben de ontmoeting met deze vrieskist en de positioneringsnota uit 2014, waarin twee bewindslieden zich kritisch uitlieten over de doelmatigheid van UMC's en bovendien tussen de regels door vraagtekens zetten bij het aantal UMC's in Nederland, geleid tot mijn fascinatie voor het onderwerp waar het vandaag over gaat. De organisatie en besturing van UMC's. Op deze campus is de hier getoonde quote van de bekende managementgoeroe Pieter Drucker in diverse bijeenkomsten vaker voorbijgekomen. Ook in mijn proefschrift heb ik hem meerdere keren aangehaald. In een interview voor Harvard Business Review zei Pieter Drucker eens dat naar zijn mening zelfs kleine instellingen in de gezondheidszorg complexe, nauwelijks beheersbare organisaties zijn. En dat grote instellingen, zoals de UMC's, misschien wel de meest complexe organisaties zijn in de geschiedenis van de mensheid. Ik kijk daar overigens inmiddels iets wat genuanceerder naar nu ik sinds een tijdje werkzaam ben bij de rechtspraak. De organisatorische complexiteit van UMC's contrasteert met de ogenschijnlijke eenvoud van hun missie. Patiëntenzorg, onderzoek en opleiding integreren met als doel de gezondheidsresultaten voor patiënten en bevolking verbeteren. Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat dan? Waar loop je tegenaan? Een nadere blik op de organisatie en besturing van academisch medisch centra dus. Ik zal nu de hoofdbevindingen uit mijn onderzoeken toelichten. Verwacht hier echter geen pasklare antwoorden of concrete modellen. Mijn proefschrift moet gezien worden als een eerste verkenning op het gebied van de besturing van de Nederlandse en Europese UMC's. Die verkenning die prikkelt en daagt mij in ieder geval uit om hierna nog dieper te willen graven en breder te willen kijken. En ik hoop natuurlijk dat aan het einde van dit uur ook uw interesse is gewekt. Universitaire ziekenhuizen worden gezien als toonaangevend in de gezondheidssector. Zij worden genoemd als aanjagers van vernieuwingen in de zorg.
Zij hebben wettelijk publieke taken opgelegd gekregen en daarbovenop heeft de minister ze een maatschappelijke opdracht gegeven om zich op te stellen als de oudere en wijzere boer van andere ziekenhuizen en zorginstellingen, waarmee ze geacht worden hun infrastructuur en kennis te delen. Ze worden dus belangrijk gevonden. En toch weten we er eigenlijk weinig van en is er weinig onderzoek naar gedaan. Tegelijkertijd liggen ze ook onder vuur. Er wordt al sinds jaar en dag kritisch naar de UMC's gekeken. De politiek verwacht dat zij doelmatiger en transparanter werken en het lijkt erop dat de UMC's door de jaren heen hier maar geen passend antwoord op weten te geven, want de kritische geluiden duren voort. Ondertussen kijken andere ziekenhuizen met scheve ogen naar de extra financiering die UMC's krijgen voor de uitvoering van hun maatschappelijke taken. Immers, zij doen ook onderzoek en nemen ook deel in de opleiding van artsen, maar zij krijgen niet die extra financiële middelen toebedeeld. Mijn onderzoek betreft 4 deelonderzoeken. De meest significante bevindingen wil ik graag met u delen. Allereerst ben ik op zoek gegaan naar wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de organisatie en besturing van Europese UMC's. Er bleek weinig wetenschappelijke literatuur te vinden over de besturing van Europese UMC's. En om de beperkte literatuur te verrijken was het nodig deze aan te vullen met voornamelijk informatie van websites. Daaruit kwam naar voren dat er geen universele definitie van een Europese UMC bestaat. Op basis van het literatuuronderzoek is voor het verdere onderzoek de definitie voor een UMC bepaald op een ziekenhuis waar ten eerste tegelijkertijd patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs plaatsvindt, waar ten tweede sprake is van een relatie tussen het ziekenhuis en de universiteit en tot slot lokaal ook de naam Academisch Medisch Centrum is gegeven aan de organisatie. Daarna heb ik samen met een Europees onderzoeksgroep een verdiepingsslag kunnen maken door Europese UMC's met elkaar te vergelijken. We hebben een enquête onder experts uitgezet om te onderzoeken welke uitdagingen zij ervaren en welke trends zij voorzien in de organisatie en besturing van UMC's. Ondanks de verschillen ten aanzien van de invulling van de relatie universiteit-ziekenhuis en de relatie tussen de 3 kerntaken, deelden de Europese UMC's opvattingen over de uitdagingen en de trends die zij in organisatorische en bestuurlijke zin op zich af zien komen. Zo zien zij de samenwerking tussen universiteit en ziekenhuis evolueren naar een meer en meer functionele integratie. Als grootste uitdagingen werden genoemd de personeelstekorten, de bekostiging, de financiële spanningen tussen de 3 kerntaken en de moeite die deze grote organisaties hebben om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Met deze bevindingen in het achterhoofd zijn mijn volgende onderzoeken bij Nederlandse UMC's vormgegeven. Mijn derde onderzoek betrof het gebruik van businessmodellen in Nederlandse UMC's. Ik vond dit relevant om te onderzoeken, omdat de complexiteit van UMC zich onder andere manifesteert in het gelijktijdig draaien van verschillende businessmodellen binnen 1 en dezelfde organisatie. Namelijk voor iedere kerntaak een ander businessmodel. Bovendien zou een businessmodel in de basis een instrument kunnen zijn om veranderingen teweeg te brengen. En omdat uit mijn tweede onderzoek naar voren is gekomen dat UMC's het moeilijk vinden om te veranderen, moeilijk vinden om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, vond ik het relevant om te onderzoeken of een businessmodel hierin helpend zou kunnen zijn. Hiervoor heb ik een enquête uitgezet onder medewerkers van alle UMC's die zich op hoger managementniveau dagelijks bezighouden met de bedrijfsvoering. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de potentie van de inzet van verschillende businessmodellen en de inzet van een businessmodel als veranderinstrument wordt erkend, maar de daadwerkelijke inzet daarvan in de dagelijkse praktijk wordt niet of nauwelijks benut. Mijn vierde onderzoek keek naar welke factoren de verandermogelijkheden van UMC's beïnvloeden. Daarvoor heb ik interviews gehouden met mensen die of zelf bestuurder van een UMC waren, of heel nauw samenwerkten met bestuurders van UMC's, waaronder zorgverzekeraars en een voormalig minister. Het betrof een open interview waarbij ter uitnodiging alleen de vraag werd gesteld hoe Nederland eruit zou kunnen zien als er sprake zou zijn van slechts 1 UMC. Dit bleek een lastige vraag. Niet alleen lastig, nee, zelfs niet te beantwoorden. Het was de bedoeling om te weten te komen of een radicale verandering, 1 UMC in plaats van het huidige aantal, een oplossing zou kunnen zijn voor de uitdagingen op het gebied van financiering, personele tekorten enzovoort. Maar uit de gesprekken kwam naar voren dat er momenteel factoren in het spel zijn die een goed gesprek over, laat staan implementatie van radicale hervormingen, moeilijk maken. Organisatorische complexiteit, een gebrek aan onderling vertrouwen, afwezigheid van voldoende gemeenschappelijke belangen en perverse systeemprikkels belemmeren het debat over zo'n radicale verandering. Maar er is hoop. Want de geïnterviewde partijen waren het er unaniem over eens dat er iets moet gebeuren en dat de overheid hierin een grotere rol kan pakken om ervoor te zorgen dat er randvoorwaarden worden geschapen waarbinnen de delicate discussie over een radicalere verandering kan plaatsvinden. Tot slot wil ik u meenemen naar de voorkant en de titel van mijn proefschrift. Ik kan mij voorstellen dat dit vragen en misschien wel
opgetrokken wenkbrauwen heeft opgeroepen. De olifant en zijn staart. De subtitel van mijn proefschrift is eigenlijk een combinatie van twee gezegden. Een olifant in de kamer en a tiger by the tail. Een olifant in de kamer is, zo u weet, een uitdrukking om aan te geven dat iets heel duidelijk is, je kunt het niet missen, maar niemand wil degene zijn die erop wijst of erover praat. Met de roze olifant op de voorkant heb ik beoogd de discussie over het onderscheidend vermogen van de concurrentiepositie van UMC's te visualiseren. Een discussie die zelden in het openbaar wordt gevoerd. A tiger by the tail is een Engelse uitdrukking die Lee in 1973 al gebruikte om de complexiteit van het bestuur van academische centra aan te duiden. Een tijger bij de staart, dat zie je zo voor je. Een gevaarlijk beest bij zijn staart vastpakken. Het slaat op een situatie die te moeilijk is om te managen of om aan te pakken. Met de verwerking van A tiger by the tail refereer ik in de titel van dit proefschrift aan de besturing en organisatie van UMC's, die door velen worden beschouwd als een van de meest complexe ter wereld. Voor mij raakt de samentrekking van deze twee gezegden de kern van mijn proefschrift. De organisatie en besturing, of zoals aan het begin van mijn betoog vergeleken, het gangenstelsel van een UMC, is organisatorisch complex, moeilijk te overzien. Een complexiteit die wordt versterkt door factoren die de organisatie en besturing van UMC's bemoeilijken. Factoren die onder andere te maken hebben met politieke en concurrentiegevoeligheden, met systeemprikkels. Factoren die bovendien niet altijd, of op zijn minst niet afdoende, openlijk besproken worden. Na deze samenvatting van mijn proefschrift gegeven te hebben, geef ik het woord graag terug aan u, rector.